we zijn in Parijs. Oké, dus, en je moet je camera recht houden. Ah, je moet daar recht houden. Ja, recht. Er is net nog een heel leuk pakketje toegekomen van Etam Frankrijk. Wow. Wow, het werkt dus echt. Guys, dit is crazy. Oh, dat is zo wel deugd. Hi guys, welkom bij een nieuwe vlog. We zijn vandaag woensdag en leuk dat jullie alweer kijken. Ik ben daarnet naar de Etam winkel geweest, want het is volgende week, dus Paris Fashion Week. En ik ga volgende week naar de show van Etam in Calcedonia en ik kijk er alvast heel erg naar uit. Maandag is de show van Calcedonia en dinsdag die van Etam. Dus vandaag moest ik naar de winkel om dus mijn look samen te stellen. Ik heb een paar items mee, ja eigenlijk wel heel veel, omdat ik dus graag voorbereid ben en niet ja, thuis toekom en dan moet puzzelen voor mijn final look en het totaal niet vind. Dus ik heb wel verschillende zaken meegenomen uit de winkel. Ik weet dat de meesten van jullie gaan letten op mijn lip, maar ik had een koortsbuis vorige week en die is dus niet zo heel goed aan het genezen en ik heb vannacht op mijn lip gebeten. Ik weet ook niet waarom. En dat is dus heel erg beginnen bloeden en daarom ziet dat dus zo rood. Vanochtend was het eigenlijk veel erger. Een beetje schade. Maar ja, de meeste mensen weten wel hoe een koortsbuis eruit ziet, dus I don't care anymore. Dus ja, ik heb ook een setje aan van Etam trouwens. Ik toon deze even aan jullie, want dit is gewoon echt amazing. En het is zo comfy. En ik heb het dus daarnet ook meegenomen uit de winkel. Dus dit is de look. Dus het is eigenlijk een hoodie, maar zo poncho-achtig. Ik heb hier een maatje L genomen. En ik dat gewoon leuk vind om oversized dingen te dragen. Ik vind dat gewoon veel leuker dan zo van die skinny things. En mijn broek, daar heb ik een maatje S in genomen. Dus ja, ik vind deze look heel leuk. En ik zou deze zelfs dragen met een ja, met gewoon loafers of zo. Ik heb zo wel heel coole van Gucci met zo ja, zwarte met zo van dat vuur, met van dat haar zo aan. Dus dat is echt wel heel leuk om dat erbij te combineren. Dus ik zou het eigenlijk niet enkel dragen, gewoon als ik thuis ben. Ik vind dat gewoon heel gezellig voor in de winter. Om zo een dine ook te kunnen dragen. En met een cool roulé eronder is het ook heel erg leuk. Dus ik unbox even samen met jullie mijn items. En ja, ik ben heel benieuwd om deze te doen aan jullie. Dus ik ga beginnen met de bras die dat ik heb gekozen. Dus de eerste is deze. Het is een, eigenlijk een simpele witte met dus roze bandjes. En ik vond dit wel heel leuk, bijvoorbeeld op een volledig wit pak. Of ja, met zwart kan het ook wel eventueel. En met de juiste accessoires. Dan heb ik een effe zwarte BH gekozen. Dat is deze. Die vond ik gewoon heel mooi. En op de achterkant heeft dat ook een heel mooi detail. Vind ik ook heel leuk. Dan heb ik echt een heel cool stuk. Dit was enkel voor de live show, dus ik weet niet of dat het in de winkels komt zelfs. Ik veronderstel van wel, maar het hangde nog niet uit in de winkels. En ze zei van, ah ja, ik wist dat je ging komen om je stuk te komen kiezen. Maar we hebben echt boven in de stok mega coole items van de live show. Dus ik dacht, ja oké. Super cool. Ik wil die echt wel eens zien. Dus die ga ik jullie nu tonen. En ja, het is gewoon echt iets totaal anders. En ik vind het heel cool. Ik zou deze eigenlijk het liefst willen dragen. Dus het ziet er zo uit. Het is dus een nude BH'tje. En dus ja, kijk hoe afgewerkt. Allee, de afwerking is echt heel mooi. Met die steentjes. Ik vind het ja, echt een heel mooie BH. En daarop, of daarboven, heb ik ook een topje van hetzelfde. Dat is heel mooi in combinatie. En ik denk wel dat dit het beste te combineren valt met bijvoorbeeld een wit pak. Dat een witte broek met een witte blazer lijkt me gewoon heel graaf om te combineren. Dus I really like en het is heel mooi aan. Dus ja, ik vind dit wel iets spectaculairder qua look dan bijvoorbeeld een simpele zwarte BH. Maar ja, met mij weet je het toch ook nooit. Dus het kan zijn dat het gewoon wel een simpele zwarte BH wordt. Dan heb ik een silk pyjama broek ook meegenomen. Deze.
Dat is dus eigenlijk een heel wijde broek. Het is wel, dit is een maatje M, maar eigenlijk had ik een maat S nodig, maar die hadden ze niet meer. Maar heel, heel leuk aan en heel oversized. Dus ik vind dat super cool met hakken bijvoorbeeld. En met bijvoorbeeld een simpel zwart BH'tje en dan hakjes en een oversized blazer. Dus dat is eigenlijk de tweede optie. Dus ja, dit zijn de items die ik heb uitgekozen. En ik kijk er echt heel erg naar uit. Ik vind Fashion Week echt zo leuk. Het is wel hectisch, maar echt heel leuk om naartoe te gaan. Dus ja, vanavond heb ik niet heel veel plannen. Het is ondertussen 6 uur. En ik ga vanavond gewoon het nieuwe seizoen van de Kardashians kijken. Want aflevering 1 is op Disney+. Ja. En ik heb echt een abonnement gepakt, enkel speciaal om de Kardashians te kijken. Dus dat ga ik doen. En morgen heb ik een heel drukke dag. Ik moet echt veel doen. En morgenavond heb ik niks gepland. Normaal ging ik naar de zee, iets eten met vriendinnen. Maar het verkeer op de baan is op dit moment gewoon een disaster, gewoon een drama. Dus ik ga mezelf dat niet aandoen om helemaal naar de zee te rijden. Dus ja, ik ga eigenlijk dit weekend gewoon op het gemak thuis zitten. En mijn valies ook uiteraard maken voor volgende week. Maar ik ga zaterdag wel. Ik heb een uitnodiging gehad van Veuve Clicquot. En ik ga met Vic daar naartoe. Want dat is dus een vintage beurs eigenlijk. Met allemaal meubels. En ik ben daar gewoon heel erg fan van. Om daar al zelf naartoe te gaan. En nieuwe dingen te ontdekken en merken. En ontwerpers. Dus dat is eigenlijk het enige wat er op de planning staat. Ga ik uiteraard ook vloggen. Dus ja, dat is het voor vandaag, helaas. Maar ik zie jullie morgen terug. Good morning! Wij gaan vandaag naar de Vintage Beurs in Brussel. In Tour en Taxi. En ik heb vanmorgen al heel veel stories gezien. En ze hebben echt heel toffe dingen. Dus ik ben heel benieuwd of dat we iets gaan vinden vandaag. Het is eigenlijk dus voor in Vic zijn appartement dat we iets zoeken. Want er moet wel nog het een en ander bij komen qua meubilair. Dus dat gaan we nu vandaag gaan zoeken. Ik weet niet of dat we het perfecte item gaan vinden voor in het interieur, maar we zien wel. Ik had gisteren dus een hack gezien op TikTok. En dat meisje was dus haar mascara aan het aanbrengen op haar wimpers. En die gebruikte een haardroger om haar wimpers te laten krullen. Dus ik dacht, we gaan dat vandaag eens proberen. Want ik ben dus heel benieuwd of dat dus effectief werkt. Want ik werk nooit, of ik gebruik dat toch nooit, zo'n kruller voor mijn wimpers. Dus ik wil dat echt wel eens testen. Maar ja, wie weet lukt dat gewoon bij maar een paar mensen en bij mij totaal niet. Dus ja, ik weet het eigenlijk niet zo heel goed. Dus ik ga het eigenlijk zo meteen eens testen. Ik ga eerst gewoon wat concealer aanbrengen op mijn gezicht. Want ja, ik struggle gewoon weer enorm met mijn kin. Very nice. Dus meestal gebruik ik enkel gewoon een beetje concealer. Omdat ik vind dat dat gewoon het natuurlijkste is. En ik heb ook mijn outfits gisteravond samengesteld voor de show van Calcedonia. Die is maandag. En voor de show van Ethan, die is dinsdag. En Calcedonia had een dresscode. En dit is een beetje cocktail, maar extravagant stond erop. En ik heb een heel leuk kleedje in mijn kast gevonden dat ik nog had van Patricia Pepe. Maar dat zal ik jullie morgen tonen, wat mijn outfits zullen zijn voor de show. En ik heb er echt heel veel zin in. Ja, altijd heel leuk om met hen op trip te gaan, dus I'm looking forward. Ik ben bijna klaar met mijn concealer. Ik ga het dus proberen met die Dyson haardroger. Wie weet zijn mijn wimpers helemaal om zeep. Kan ook wel. But at least we tried. Ik heb trouwens die haarband van ASOS. Ik heb die daarop besteld. En ik vind dat dus heel makkelijk als ik mijn make-up doe en mijn haar moet uit de weg. Dan doe ik die gewoon in. Ik heb net mijn haar gedroogd en er zijn zo nog een paar natte stukken. Dus vandaar dat ik liever die band gebruik, zodat dat nog een beetje vanzelf droogt.
dan dat ik het in een spel doe, want dat heeft dus totaal geen zin. Nu ga ik even een setting spray gebruiken voor mijn gezicht. Oké. En mijn korrellijst is eindelijk aan het verdwijnen. Het is aan het genezen. Dus ik ben heel blij dat het weg is. Deze is van Fenty trouwens. Ik heb de kleur Truffle, noemt het. En ik vind dat een heel goede contouring stick. Het is wel niet zo heel evident om het uit te wrijven op je face. Eigenlijk, meestal gebruik ik meer zo een iets liquidere of een blush in contouring. Maar ik wou deze eens testen en ik had die daarom eens besteld. Ik ben er wel tevreden van. Ik vind het alleen niet zo makkelijk om met zo'n ding aan te brengen. Ik ben dat totaal niet gewoon. Ik gebruik altijd van die borstels. Het doet wel echt superveel als je dat gebruikt naast je neus. Allee, de zijkant van je neus. Ik vind dat dat echt een heel goed effect geeft. Oké, ik ga nu even nog verder mijn brows doen en al de rest. En dan ga ik dus het proberen met de haardroger. Ik hoop dat het lukt. Ik ben zeer benieuwd. Ik zal het jullie zo meteen tonen. Oké, let's try. Ik ben dus aan het gedeelte dat ik mijn mascara nog moet opdoen. Ik heb trouwens bruine oogschaduw aan en deze is van Dior. En het noemt, de nummer is 649, Nude Dress. Zo noemt dit palet. En ik gebruik het heel veel. Ik vind het echt een heel leuk kleurenpalet. En ik heb dus deze gebruikt. En dan soms add ik zo nog wat punkers eraan toe, dat het iets frisser is. Oeh, ja, good try. Oké, dus wat ik eerst ga doen is, ik ga mijn start base, alleen mijn base van mijn mascara, aanbrengen. Deze is dus een witte van Lancôme. Ik vind die heel goed. En dat zorgt er dus al voor dat je meer volume krijgt in je wimpers. Ik ben heel benieuwd hoe dat dit werkt. Zij gebruikt ook trouwens deze mascara in die video. Ik ga gewoon eerst al een laag opdoen van mascara. En dan moet je eigenlijk blazen op je wimpers. Met je haardroger en terwijl erover gaan met mascara. Ik weet gewoon nu al dat dit niet evident gaat zijn. Oké, ik heb mijn haardroger. Ik ga die... Wow. Wow, het werkt dus echt. Guys, dit is crazy. Check hoe gekruld mijn wimper is. What the hell? Dat ik dit nooit eerder in mijn leven zelf heb bedacht. Maar ja, who thought this would work? Niemand. Oké. Okay. Ja, ik zou zeggen, zeker eens thuis proberen als jullie mascara aanbrengen. Want ja, het is gewoon super easy. Voilà. Ik heb iets meer mascara erop gedaan. En dit is het eindresultaat. Het is echt heel goed gelukt. Ik ga gewoon nog wat mijn gesmoste mascara wegvegen. En dan ben ik helemaal ready. Ik ga mij dan omkleden. Ik zal ook even doen wat ik ga aandoen. Ik denk dat ik een lekker dikke pull ga aan. Het is echt wel koud. En ja, ik doe jullie zo met de achter. Dus dit is de outfit geworden. Ik doe hem even in een andere spiegel, want dit is niet zo heel goed te zien. Dus ja, dit is de outfit die ik vandaag aan heb. Dus mijn botten zijn van Prada. Die heb ik ondertussen al een tijdje, maar die zitten echt heel goed. Dan mijn pull is van Vêtements. Die ziet er zo uit. Ik weet niet wat je het eigenlijk goed kunt zien met het licht. Dan heb ik deze handtas mee. Dus ja, Vicky is er net toe gekomen en dus we gaan vertrekken. Oh, dat zijn leuke stoelen nu. Oh. Ja. Die met dat hout. Oh, en al die lampjes. Oké, okay, we zijn net toegekomen op de Design Vintage Market. En het is hier heel cool. Want je hebt hier dus heel veel vintage kleren ook. Echt crazy. Dus deze jas is van Dior. Die vind ik zo cool. Hier zijn zo van die trenchcoats van Burberry. Ze hebben hier echt super veel. Dus wij gaan nu even naar de stand van Veuve Clicquot en nadien gaan wij even rondkijken bij de meubels. Maar het ziet er echt prachtig uit en ze hebben kei mooie items hier. Hier ook allemaal vintage Levi's. Ik vind dit zo leuk. Jammer dat mijn mama niet mee is, want die zou dat ook echt epic vinden.
Dit vind ik echt epic. Dit is een vintage make-up tafeltje. Die vind ik ook heel, heel mooi. We hebben een tafeltje gekocht. Voor de rest was het heel erg druk en we hadden het een beetje rot eigenlijk. We lopen hier al 2 uur rond. Maar we hebben wel een heel mooi iets gevonden. Ik zal het ook wel tonen als het in de totaliteit past, want zo zegt het niet veel en het is ingepakt, dus... Oh, het is aan het regenen, dat meen je niet. Maar voor de rest hebben we echt wel heel veel bijgeleerd, ook qua verschillende designers en zo. Ik heb ook keiveel kaartjes mee trouwens, allemaal verzameld, voor nog wat online te kijken op je website. Dus ja, ik ga nu even stoppen, want ik word hier echt kladderlat. En we gaan nu iets eten in een van mijn favoriete restaurants, de Vieux Saint-Martin, op de Sablon in Brussel. En zoals jullie misschien weten, ja, kom ik er heel graag. En we gaan nu gezellig een terrasje doen. Ik heb er heel veel zin. Ik heb even mijn jas aan. Dit is een regenjas van Prada trouwens. Het is wel zo'n langer model, maar ja, echt een top regenjas. Nog een haar niet. Ik ben net teruggekomen in Brussel Midi en ik heb mijn valiesje mee met alweer heel veel meegepakt, omdat ik dus verschillende outfitopties heb die ik dus wou meenemen. Het is trouwens de outfit dat ik aan heb. Ik heb gewoon hetzelfde aan, dus dezelfde pull met mijn Prada boots en dan deze handtas. En hierover heb ik mijn lerenjas aangedaan. Dus dit is de outfit. Ik ga snel naar het toilet, want ik moet zo dringend. En ja, dan ga ik mijn perron zoeken waar ik moet zijn. Ik ben veel te vroeg, maar ja, het is veel te beter, want ik heb dat gewoon. Zo rush. Waar moet ik zijn? Oei. Dan ga ik naar beneden. Ik ben er dus zo slecht in. Bon, oké, ik ga het even zoeken. Ik zie jullie straks. Oké, wij zijn naartoe gekomen in Parijs en ik heb een aantal vriendinnen leren kennen op de trein, als die waren, maar ik ken Olivia wel al een tijdje en Remco ook. Dus wij gaan nu zo meteen vertrekken naar het hotel. Het is hier echt gewoon aan het gieten. Dus we gaan ook niet echt veel moeite moeten doen om ons haar in orde te krijgen, want het gaat ook helemaal verziekt worden. En ik ben helemaal aan het inzoomen. Ook weer top. Echt waar. Oh, je bent mij aan het helpen. Ik had dat niet door. Ik ga jullie straks ook het hotel tonen waar wij verblijven. Ik denk dat dat in de Hilton is. Ja. Hotel Hilton, ja. Hilton. Dus, welk? Opera. Opera, oké. Nu gaan wij ook... Waar gaan we iedereen vinden eigenlijk? Wat? Waar staat iedereen straks? Nee? Want wij moeten toch een taxi pakken of zo? Ja. En er is niet zoveel volk, dus dat is ook wel echt chill. Oké, we zijn dus net toegekomen in onze hotelkamer. Ja! We zijn aan het wachten op onze Caesar salad, maar we hebben een pakketje gekregen van Calcedonia en we gaan kijken wat erin zit. Spannend! Het is wel een keikoole box. Tada! Maar ik zie hier gelijk gewoon een mislukking. Oké, dus wat hebben we in de box? 3 paar kousen, mega tof. Dan nog andere speciale kousen. Die zien er zo uit. Ah. Dit gaat niet op mijn outfit. Misschien wel iets voor u, niet? Maar dat is keileuk inderdaad. Ja, dat is wel cool, hè? Ja. En dan ook zo een pak. Een onesie eigenlijk. Die ziet er echt uit voor zo een Kendall Jenner type. En dan dit. Blijft ons een groot raadsel vandaag. Een lens. Een lens, maar ik weet dus echt niet, wat is de bedoeling? Je kan het er precies wel afdraaien, maar dat lukt niet. Lens mobile. Ah, langs deze kant. Ah, nee.
Ja, je kunt draaien, hè. Je kunt het draaien. Ah. Kijk, je kunt dat zo doen, dat je dat ziet. Kijk. Ah, oh my god, ik ben echt geen vlogger. Hallo, we zijn in Parijs. Oké, dus, en je moet je camera recht houden. Ah, je moet dat recht houden. Ja, recht. Altijd? Horizontaal, ja. Oké, dus, we zijn nog steeds aan het wachten op ons eten. We sterven van de honger. En we moeten binnen een uur klaarstaan. Dat gaat lukken. Yes! But the food is there. You can put it here on the bed. Mijn bed gaat volledig. Om zeven. Yes, thank you. Hey guys, ik ben net helemaal klaargemaakt voor de Calcedonia Fashion Show. En ik heb er heel veel zin in. Dit is mijn outfit. Dus ik heb een kleedje aan van Patricia Pepe. Het is zo een blinkend stresskleedje. Oh, ze zijn daar. Ik zal even verder gaan met mijn outfit details als ik heb open gedaan. Wacht, ik kom. Hallo. Wat zien jullie er shiny uit? Ik was even mijn dingen aan het tonen wat ik aan heb. Oké, dus dan heb ik dit kleine handtasje mee. En of course mijn sokken van Calcedonia. En dan heb ik ook deze aan en deze zijn nog niet zo lang. Dus ja, dit is de we zijn 7:30 in de ochtend en we zijn dus gisteren geweest naar Calcedonia. Het was meer eigenlijk een Calcedonia show. Ik maakte mijn zin totaal niet af. Eigenlijk was het meer een exhibition dan een show echt. Dus ik had twee verdiepen waarop dat er van alles eigenlijk gebeurde, wat dat super spectaculair was. Maar het was eerder meer zo wat een Calcedonia museum dan echt een show waar dat je je vaste plaats krijgt. En dat je ook heel de show moet zitten, want normaal is dat dus zo wel. En ik ben echt ziek aan het worden. Ik had gisteravond geen jas aan. En ik heb vandaag ook eigenlijk geen mantel mee. En vandaar, door de wind. Dus wat is het plan voor vandaag? Ik moet zo meteen in het Kimpton Hotel staan. Dat is hier 3 minuutjes van, valt echt wel mee. En dan, daar heb ik afgesproken met Etam. Want wij hebben nog een hele dag achter, voor de boeg. Want we moeten een paar dingen toch wel gaan doen. Ik denk dat we naar de winkel gaan. Dan is er ook nog een make-up moment bij MAC zelf. Dus daar kunnen wij al onze make-up laten doen voor de show. En dan, ik denk een beetje nog wat rondwandelen. Maar ik ga wel straks een uurtje op mijn bed liggen. Want ik heb eigenlijk maar 6 uur geslapen deze nacht. Dus ik moest nog al mijn foto's editen in mijn bed deze nacht. En al mijn stories posten. Dus dat neemt wat tijd in allemaal. Dus ik ga maar eens vertrekken en dan zie ik jullie straks. Wij komen net terug van de winkel en ik heb heel wat leuke dingen gekozen uit de winkel die ik straks ga tonen aan jullie. Het zijn echt
heel leuke items. En we zijn ook net toegekomen in het hotel. Het hotel noemt Kimpton op Rue Saint-Honoré. En ik ga even tonen hoe dat eruit ziet. Het is echt een heel mooi interieur. Er staat zelfs een stoel in de lift met een tafeltje, echt heel cool. Dus het plan is als volgt. Ik ga mij even neerleggen, denk ik, op bed. Nadien moeten wij ons klaarmaken voor een lunch met heel het Etam-team. En nadien gaan wij ook nog even shooten in het hotel met items van Etam. En nadien gaan we in de climbroom om daar dus onze make-up door Mike gaan laten doen voor de lijstje. Dus dat is de plan voor vandaag. Ik kijk er echt heel erg naar uit. Oké, dit is mijn kamer en het is echt heel, heel, heel cozy. En ook weer zalige badjassen. Ik hou gewoon van badjassen. Die ga ik zo meteen aandoen. Dus het is echt een super propere kamer ook. Echt heel, heel leuk. En dan de badkamers. Ook echt cozy. Echt heel cool. De douche. En dan ga ik ook even kijken naar de view. Ah ja, ik heb zicht op het binnenplein. Wel leuk. Ik ga nu even tonen dus welke items ik heb gekozen. Maar ik ga eerst mijn badjas aan doen, want ik wil even mijn botten uitdoen en zo een beetje op mijn gemak zijn. En dan toon ik jullie wat ik heb gekocht. Er is net nog een heel leuk pakketje toegekomen van Etam Frankrijk. En ik ben heel benieuwd wat erin zit. Marien is bezig met te steamen. En ja, ze weet ook totaal nog niet wat erin zit, dus ik ben heel benieuwd. De box is echt heel cool. Het ziet er zo uit. Dus hier zit nog iets in. Dan dit is de hashtags en things. Ik ga er eigenlijk een foto van pakken, want ik ga dat niet meenemen. Oké, dan weet ik wat ik moet doen. Dat is een beetje een timetable van wat we gaan doen. Dit is denk ik een kaartje van het hotel dat ik nu niet openmaak. En dan hier de box. Ik ben benieuwd. Oh, cool. Ook gewoon echt zo geschreven. Dat is heel, heel cute. Oké, er zit een zwarte BH in. Maar wel zo een comfy stofje. Heel tof. Oh, productjes. Wacht, hè. Hairspray. Voor volume, epic. Dan een protecting mist. Maar dat weet ik niet. Dat is, ik denk, voor je skin. Ik ken dat merkje niet. Holy Glow. Anti-aging cream. Super cool. En al een badjasje. Oh, die is ook kei leuk. Vorig jaar was dat ook. Oh, die is cool. Ik ga zo naar de show in die badjas. Ja, echt heel, heel, heel leuk. Echt cool. Dit is mijn outfit voor de lunch. Ik ga zo meteen vertrekken naar beneden. Dus ik heb dit BH'tje aan. Het ziet er zo uit. Dan heb ik deze pyjama aan. Deze hakjes erbij. Ik had niet echt andere hakken om erbij aan te doen. Dus het zijn deze geworden van Amina. En dan dit handtasje. Is van Dolce & Gabbana. Die heb ik al een paar jaar. En die heb ik nog eens boven gehaald. Dus ja. Dit is de look. Ik ga straks ook mijn outfit shooten. Dat is de bedoeling. Maar ik ga vertrekken. We zijn nu even mijn make-up van mijn face aan het halen, omdat het helemaal dus gereinigd moet worden. En beneden dan gaan ze mijn make-up helemaal in orde zetten. Het is er echt crazy. Deze ruimte is zo cool gedaan. Ze gebruiken trouwens
dit merk, wat ze nu op mijn huid aan het smeren is. En het is echt een heel hip en trendy merk. En ik ben al sinds al mega fan. Dit is de naam die het noemt. En ik vind het lekker zien ook wel. Oh, dat is zo wel dicht. Hi guys, ik ben helemaal klaar om te vertrekken en dit is uiteindelijk hoe mijn make-up en mijn haar eruit ziet. Ik heb dus van die steentjes op mijn ogen laten plakken, omdat ik het gewoon cool vond en omdat ik dat eigenlijk nooit doe. En omdat de show wel echt zo wat flashy gaat zijn en toch in dat thema dacht ik van why not do this? Dus ik vind het echt wel heel cool. Het is zeker niet zoiets alledaags, maar het is ook wel heel leuk. Ik zie ook zo net dat ik zo wat eten tussen mijn tanden heb. Echt goor gewoon. Dus dan ga ik er ook even mijn tanden poetsen zo meteen. Ik toon jullie even mijn outfit, wat ik aan heb. Het is helemaal in het zwart. Ik toon het even, mijn kamer is een stort. Maar mijn valies neemt echt de helft in van deze kamer. En ik ga nu niet alles uitpakken, omdat ik morgen vroeg weer vertrek. Dus ik toon jullie even mijn outfit. Dus dit is eigenlijk een vintage Gucci pochette. En ik vond die gewoon heel cool passen bij deze outfit. Dus die ziet er zo uit. Dan heb ik mijn Balenciaga hakjes erop aan. Mijn shortje is van Comme des Garçons. Mijn blazer is van Acne. Dat is gewoon een oversized blazer. En dan is mijn body van Etam. Het is dus een stuk van de live show. En ik heb die gekozen omdat ik die gewoon heel heel cool vond. En het heeft hier zo met van die kettingen in mijn décolleté. Ik vind het echt heel raar om te tonen op de vlog. Omdat dit nogal vrij bloot is. Maar Dus dit is de outfit. Dus het enige stuk dat ik aan heb is deze body. Maar dat kon je dus kiezen. Je kon ook helemaal in een satijnen pyjama gaan. Maar ik vond deze wel gewoon heel leuk. En gewoon leuk op een zwarte look. Deze body is trouwens ook te koop in de winkels van Etam. Ik ga nu naar beneden, want iedereen gaat zo meteen in de lobby arriveren. We hebben dus ook een paraplu gekregen van Etam, omdat het dus blijkbaar mega gaat regenen. En de fashion show is buiten te doen, dus ik ga me echt doodbevriezen. Ik heb ook geen lange mantel mee of zo. Echt ook niet super slim, maar bon. Surviving the cold, let's say. Maar ik heb er wel heel veel zin in, dus. Echt waar. Ongelooflijk. Ik wil er nog.
Hi guys, ik ben sinds gisteravond terug in België van Parijs en ik vond de shows echt heel cool en ik ben ongelooflijk blij dat ik mocht meegaan met Calcedonia en ETAM. Het was echt een mega leuke ervaring. Ik hoop alvast dat jullie van deze vlog hebben genoten. Ik weet dat het heel veel Fashion Week was, maar ja, ik heb gewoon heel veel beelden van Fashion Week zelf, dus vandaar dat ik dacht van ik maak er gewoon een vlog van dat over Fashion Week gaat. Ik vertrek volgende week terug naar Parijs, wel voor 2 dagjes, want ik ga naar een andere heel coole show. Ik ben nog nooit geweest naar die show, dus ja, het is gewoon heel spannend. En ik ga natuurlijk ook alles vloggen voor jullie. En waarschijnlijk zullen jullie het ook wel zien op mijn social media. Maar ik vind het toch altijd leuker om gewoon alles te tonen in beeld in mijn vlog. Dus ja, ik hoop dat jullie van deze vlog hebben genoten. En ik zie jullie terug binnen 2 weken met een nieuwe vlog. En vergeet zeker niet te subscriben, sorry, op mijn kanaal. Tot volgende week. My ex is me, we don't talk anymore.